Stijn van der Meren, jullie verliezen met 5-0 van Amerika. Was het gevoel dat jullie kansloos waren of had er ook meer in gezeten? Ik vond het een beetje aan beide kanten. Je hebt drie ex-Major League werpers van Amerika die je eigenlijk tegenkrijgt. Ik bedoel, die zijn ex-Major League voor een reden. Met nog een aantal goede defensieve acties van de tegenstander. Op het moment dat je de bal ook hard raakt en die vallen dan ook net niet, ja, dan wordt het heel lastig punten maken. Jullie trainer zegt het ook, ja, er wordt te weinig gehit vandaag. Ja, waar ligt dat dan aan buiten dat zij het drie van die goede werpers hebben? Of eigenlijk, wat had je zelf misschien meer kunnen doen? Ja, slaan is het makkelijkst als de pitcher eigenlijk de bal midden over de plaat gooit. Als je drie van die werpers hebt die dat eigenlijk nauwelijks doen, dan wordt het heel lastig slaan. En zij hebben heel weinig fouten gemaakt vandaag. En dan wordt het heel lastig om te slaan. En zodoende dat we, als we dan ook een bal, of als we dan een keer zo'n bal door het midden gooien en wij slaan hem hard en als die dan ook nog vangen, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Nu hoorde je door het publiek wel een beetje van zo, vandaag is Amerika wel wat beter. Kan het ook gewoon zijn dat als jullie op een hele andere dag spelen, dat jullie ze gewoon kunnen pakken? Zou zomaar kunnen. Ik bedoel, we hebben waarschijnlijk, denk ik, ik weet niet precies hoe hun team eruit ziet, maar ik denk hun drie beste werpers gezien. Op een andere dag zien we een andere werper die wat minder goed is, gaan we ook waarschijnlijk wat meer slaan en dan scoren we meer punten, waardoor dus de kans gewoon aanwezig is dat we dan wel winnen. Want betekent deze nederlaag vandaag eigenlijk iets voor het vervolg van jullie toernooi of jullie kansen? Qua kans, ik bedoel, we zijn maar met z'n vijven. Volgens mij heeft nog steeds iedereen kans. Je moet alleen volgens mij geen vijfde worden. Maar ik bedoel, morgen Curaçao, volgens mij de dag daarna Chinese Taipei. Ik schat onze kansen nog steeds goed in. Ik denk dat we nog steeds een echt goed toernooi gaan draaien. Je speelt voor Oranje in een uitverkochte familiestadion. Je bent natuurlijk gewend om hier te spelen, maar hoe is dat om zo gesteund te worden? Ja, het is altijd tof om voor eigen huis, voor eigen publiek te spelen. Vooral als het dan, ze staan allemaal achter je nog steeds. Het is natuurlijk altijd hartstikke tof als het gewoon uitverkocht is. Super. Natuurlijk maak je vaker interlands, ook zeker in Haarlem als het toernooi om het jaar daar ook is. Wat is nou het unieke hier in Rotterdam? Ja, ik bedoel, het is het familiestadion. Ik speel ook voor Neptunus. Daar is het nooit zo druk tijdens een normale wedstrijd. Maar het is thuis. Ik bedoel, je speelt hier. Ik speel hier nu al 5-6 seizoenen. Ja, dat is echt super. Super om hier een groot toernooi te hebben. Wendt dat? Ja, of het wendt. Ik bedoel, het is altijd leuk om gewoon een uitverkocht stadion te hebben met gewoon je thuisfans. Ja, dus, ja, het wendt eigenlijk nooit echt. Altijd zijn die kriebels blijven altijd wel, ja. En wat is eigenlijk het verschil tussen dit stadion en Haarlem? Ja, wat is het verschil? Haarlem is ook echt een toptoernooi, hoor. Daar bedoel ik zeker niks mee. Maar ja, wat is het verschil? Ja, dit is toch het Rotterdamse sfeertje, denk ik. Het heeft toch iets, vind ik. Ja.